allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Hij is wat later dan gepland, maar hier is hij dan toch, mijn wrap-up van januari. Welke boeken heb ik in januari gelezen? Als eerste was het een thriller, namelijk Verdwenen van Tina Frenstedt. Dit is een Scandinavische thriller. Hij was niet typisch Scandinavisch, zoals je misschien op mijn Instagram hebt kunnen lezen. Maar hij was wel echt super leuk. En het gaat over Tess en zij is, ze werkt in het cold case team, maar de cold case waar ze aan werkt blijkt nog een lopende zaak te zijn. En dat maakte het boek heel erg leuk en spannend. Ook heb ik gelezen Wat is even verteld van Julia Drake. En deze had ik meegelezen met de e-lees club. En op Instagram hebben we dit boek dus ook uitvoerig besproken in januari. Het gaat over Violet en zij gaat in de zomer bij haar oom wonen in het dorpje waar haar moeder is opgegroeid. En daar moet ze zich staande houden en dat is best lastig. Ze moet nieuwe vrienden maken, een baan zoeken en ondertussen is ze op zoek naar een scheepswrak. En ik vond het een hele typische YA. Het einde viel een beetje tegen, maar ik vond de rest van het boek wel heel goed. Dus ik was heel positief over deze. Ook las ik weer een Vroekje en Mies. Dit is het vierde verhaal in de serie over Vroekje en Mies. Deze gaat over vuurwerk. Het heeft ook echt ontploft. Vroekje en Mies moeten van een jongen wat vuurwerk voor hem bewaren. En dat blijkt illegaal vuurwerk te zijn. En ja, Vroekje en Mies worstelen ermee of ze naar de politie moeten gaan of niet. Wat moeten ze nou doen? En ja, dat lees je natuurlijk erin. Vroekje en Mies... We zitten op de basisschool, aan het einde van de basisschool. Dit boek zou ik gebruiken in december, als de vuurwerk weer wordt afgestoken. En ja, dan ook in de bovenbouw. Dus dit is wel een aanrader om te gebruiken in de klas. Dan een populair boek in mijn klas, Hilda en het verborgen volk. Hilda is een meisje die woont met haar moeder in een vallei, maar in die vallei woont ook het verborgen volk. En ja, dit boek heeft gele accenten. Dus alle afbeeldingen zijn met geel. En nou ja. Deze is heel erg leuk. Is ook van een Netflix serie. Die heb ik niet gezien. Maar ja. Lees dit boek als je houdt van avonturenverhalen. Het laatste boek in het thrillerabonnement dat ik gekregen heb was Sneeuwblind van Ragnar Jonasson. En dit boek is een niet echt een superspannende thriller. Maar weer een whodunit. Dus wie heeft het gedaan? In een klein dorpje waar het eigenlijk de hele winter al heel erg sneeuwt. En waardoor niemand uit het dorpje kan, want de weg is ondergesneeuwd. En ik vond het wel een heel goed boek. De reacties waren erg wisselend. Ik ben in de partij dat ik hem goed vond. En ik wil ook zeker meer van deze serie lezen. Want dit is het eerste deel van een serie. Ik hoop dat AW Bruna nog meer uitbrengt. Weer een serie, namelijk Max Modderman. Die hebben jullie al vaker bij mij voorbij zien komen. Dit is deel 3, Max Modderman grappenstrijd. En zoals de titel al zegt, gaat hij de strijd aan met een andere grapjas. En dit doen ze vooral op kamp. Want de klas gaat op kamp. En er wordt niet alleen die twee jongens met elkaar, maar ook de jongens tegen de meisjes. En dat maakt het erg hilarisch, dit boek weer. De Kok en de Kermis in de Hel was ook een boek wat ik gelezen heb in januari. En in dit deel wordt er iemand doodgevonden op de kermis. De Kok en Fledder willen dit uitzoeken. Maar niemand op de kermis wil praten over die man die vermoord is. En wie het eventueel gedaan zou hebben. Want op de kermis zoekt iedereen dat het zelf uit. Ja, dit is deel 86 en daarmee is het de langslopende detective serie van de wereld. Ik zou iedereen die van de tv-serie hield ook de boeken aanraden. En als je van de boeken houdt, is deze natuurlijk sowieso een aanrader. Mocht je wat rare geluiden horen, de kat is door de kamer aan het rennen. Deze is dus sowieso goed. En het laatste boek in deze video is Handboek voor historiehoppers, de middeleeuwen, wat en hoe dan. Dit is geschreven als een tijdreizigersgids. Voor als je wilt tijdreizen, dat je deze gids dan meeneemt als je naar de middeleeuwen gaat. Zoals je ziet is de cover geel en de accenten in het boek zijn dan ook geel. Hier bij het stukje over de vikingen. En dit was een heel leerzaam boek. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd over de middeleeuwen. De humor die erin zit is wel echt voor kinderen. Ik kon er niet zo vaak om lachen, maar ik denk dat kinderen van een jaar of 10, 11 dit heel erg grappig zullen vinden. Daarom zou ik die ook voor die kinderen aanraden. Dat waren alle boeken die ik in januari heb gelezen. En snel zul je mijn video ook zien van de boeken die ik in februari heb gelezen. Bij deze wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je snel bij een nieuwe video. Doei!